We zijn hier op boerderij Ebenezer. Wij hebben hier een boerderij, al jarenlang, familiebedrijf. En daar houden we een heleboel koeien. We hebben een zorgboerderij en we doen heel veel voor weidevogelbeheer en voor de biodiversiteit. In het najaar van 2022 heb ik een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Modelanden om een plan te maken voor een rust- en informatiepunt voor voorbijgaande toeristen, bezoekers, gemeente, inwoners van de gemeente, om veel te laten zien van onze mooie landelijke omgeving. En ja, nu zijn we daar eigenlijk mee begonnen om het eerste stukje te realiseren. En dat laten we jullie graag zien. Afgelopen voorjaar hebben wij de eerste ontwikkelingen voor dat informatiepunt gerealiseerd. Je kan het hier zien, de eerste bloemen zijn aangeplant, fruitbomen zijn gepoot, kersen en bramen en aardbeienplantjes. En in de komende herfst hopen wij hier nog een overkapping te maken. Zodat u ook als het een keer een regenachtig buitje is, lekker droog kan zitten. Of even uit de zon kan zitten als het heel erg warm is. En wij heten u in het nieuwe, het voorjaar van 2024 van harte welkom om hier eens even een kijkje te komen nemen. Als gemeente Modelanden willen we initiatieven die bijdragen aan het behouden en ondersteunen van ons unieke polderlandschap graag ondersteunen. Daarom hebben we een subsidieregeling waar alle Modelandse inwoners en ondernemers met een goed plan gebruik van kunnen maken. Heb je net als Jasper Meerkerk van boerderij Ebenezer ook een idee om recreatie, toerisme en cultuur te stimuleren? Is het idee vernieuwend en helpt het om het unieke polderlandschap van Modelanden te behouden of verder te ontwikkelen? Doe dan ook een aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.modelanden.nl/recreatie. Succes!